Patrick Lefever. Toen de uitnodiging in de mailbox binnenviel dat er nieuws aan te kondigen was, dachten wij, Patrick gaat zijn pensioen aankondigen. Maar niets is minder waar, blijkbaar. Well, ik ben eigenlijk officieel al een jaar op pensioen, Nico, als u dat kan tevreden staan. Maar als een echte West-Vlaming voel ik me nog niet enerzijds te jong om een hele dag niks te doen. Anderzijds wordt dat natuurlijk ook wel wat zwaarder, wel fysiek vooral. Maar het geeft me moed als ik rond mij kijk, als je Baron Zwart ziet van Soudal, 82 jaar, dat is zeer aanwezig. Luc Maas van Latexco, 81 jaar. Franse Kok, nu wat minder betrokken, maar dat is niet altijd 80 jaar. Dan heb ik zoiets van, ja, wat ga je dat doen? Zijn die man tegen mij. Ik zeg wel, ik wil je blijven ademen. Dat is de grootste voorwaarde en dan zie je dat ik gewoon omringd word. Nieuws was uiteraard de komst van Soudal. Het wordt Soudal Quickstep. En als ik het goed begrepen heb, is het je beste of zeker je langste deal uit je carrière? Ja, dat was een onvoorwaardelijke voorwaarde. 2 jaar ga ik het niet meer doen. Dat wou ik niet. Het was 5 jaar of niks. Wat betekent dit voor de ploeg? Dat betekent dat niet iedereen op zijn rug moet gaan leggen, voor alle duidelijkheid. Dit jaar hebben we heel weinig manoeuvreringsruimte. Ik denk dat er maar 6 coureurs in contract zijn, waar Ilio Keijsen stopt en ploegleider wordt, waar Dries Nevenijs nog aan twijfel is. Dat we een paar mensen niet meer gaan moeten houden, of niet meer gaan houden. Maar daar gaan we daar later op terugkomen. En dat we natuurlijk wat nieuwe mensen gaan aantrekken. Maar volgend jaar is eigenlijk het eerste jaar van Soudal. Daar zit er wel heel veel ruimte of rek op. Dan vervallen denk ik 15 contracten. Dat is heel veel. Ik heb het ooit erg geweten. Ik heb een keer 18 gehad, denk ik. Ja. Dat wil zeggen dat de jongens volgend jaar weten wat ze te doen staat. Ja, maar ze zijn niet dom. Hè. De meesten die hier graag zijn en willen blijven, die solliciteren nu al om bestaande contracten open te breken en te verlengen. Dus daar zijn we ook mee bezig. Wat betekent die komst van Soudal budgetair voor de ploeg? Het is een eindsteen natuurlijk, maar daar ook moet je niet te veel accent op leggen. In die zin, dat we zijn er heel blij mee. Maar we hebben natuurlijk een prachtig cadeau gehad van de Belgische regering. Met die sociale zekerheid die niet gebudgeteerd stond. We hebben voor €300.000 minder fietsen kunnen verkopen. Dus ja, dat weegt door. Dan vergeet je waarschijnlijk nog het gokbedrijf met Napoleon. Ja, maar die tot nader orde kunnen die nog wel wat blijven. Hoop ik toch. Daar ook zijn er bepaalde mensen op hun woorden terechtgekomen. Maar ja, de verkiezingen zijn in 24, maar ze zijn al bezig, hè. Dat is duidelijk. Er wordt niet meer geregeerd, er wordt eenmaal uitgelegd wat ze later aan doen. Maar ja, het is een goede insteek. Maar ja, als je een winning team hebt, komen er ook contractverbeteringen, bonussen. Dus ja, voor je het weet, is alles alweer terug geïnvesteerd. Maar dat is eigenlijk het goede van de zaak, denk ik. Laatste vraag, je wordt er nu vanaf 2023 meer geïnvesteerd in een ploeg rond Remco? We gaan dat zien. Hè. We gaan eerst dit jaar een keer de Vuelta doen. En, er zit al heel wat in huis. En in Frans hebben ze een heel mooie uitdrukking. L'équipe est toujours à l'auteur de leader. We hebben dat gezien in het verleden. Als je een hele trui in de ploeg hebt, of een groene trui of iets van waarde, dan dat de ploeg altijd sterker is dan iedereen denkt. Ja, we hebben dus 2 jaar alleen met succes, 15 dagen de hele trui verdedigd. En ik denk dat we dat nog kunnen met de jongens dat we in huis hebben, maar ja, we gaan natuurlijk op zoek. Maar als je ziet welke budgetten UAE en Jumbo, ik ga weer niet klagen bij, voor alle duidelijkheid. En in jou's hebben, ja, het zijn knechten, dat wordt nog mogen gebruiken, helpers, wat je het ook wil noemen, die eigenlijk in andere ploegen betaald zouden zijn als een kopman. En ja, ondanks budgetverhogingen hangt het geld natuurlijk niet in de bogen. Hè. Voor alle duidelijkheid, ook Quickstep blijft 5 jaar langer aan boord. Hè? Ja, zij zijn eigenlijk, ik heb in 19 het voorstel gedaan aan Ruben en Bernard Thiers, hier aanwezig, Ruben. 19, dat ik dus bij de contractbeëindiging wou 5 jaar of niks doen. Ik heb dat ook voorgesteld aan Francis de Koning, Francis van Eekhout van de Koning, die eigenlijk ook een optie had om hoofdsponsor te blijven. Maar hij is dat toen niet op ingegaan. Maar ik zie nu, tot mijn verbazing, maar ik ben ook wel blij voor de jongens, dat hij nu eigenlijk nooit weg geweest is van de wielersport. En dat hij eigenlijk volgend jaar hoofdsponsor wordt bij de Koning Kalpissen. Oké, dank u wel, Patrick.